Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik kom net van buiten. Zoals dat jullie zien, ben ik zoals dat jullie misschien wel kunnen zien, ben ik een beetje bezweet. Ik ben even fijn gaan shoppen. En daarna heb ik nog even in de zon gezeten en ondertussen een goed boek gelezen. Dus ja, dat mag wel eens, want het heeft echt heel veel geregend de laatste tijd. Dus ik geniet ook wel van de zonnige dagen die er nu zijn. En ik mag ook wel wat meer kleur gebruiken op mijn bleke huid. Ja, wat ik eigenlijk vooral wou komen vertellen vandaag, is dat ik eindelijk mijn afgestemde schilderij heb aangekregen. Dat is dus een schilderij dat ik heb besteld bij een Nederlandse kunstenares. Zij maakt prachtige schilderijen en zij stemt daar dan af op de energie van de persoon die een schilderij bij haar bestelt. En ik heb daar heel lang op moeten wachten. Ze had eerst gezegd dat ik het begin mei zou ontvangen. Want ik had begin mei, eind april had ik mijn bestelling gedaan. En begin mei zou ik al mijn schilderij normaal gezien al aankrijgen. Maar ze ging dan op reis en ze was nog niet klaar met mijn schilderij. Dus ze 2 weken op reis geweest en toen kwam ze terug en had ze mij dan een mail gestuurd dat ze ziek was geworden toen ze net terug was van reis. Dus heb ik nog wel wat langer moeten wachten voordat ze dan verder kon werken aan mijn schilderij. Maar dat is nu heb ik hem vandaag eens ondertussen ontvangen. Na anderhalve maand wachten tot ik hem had, maar hij is dus eindelijk binnen. En het was echt prachtig ingepakt. Ik heb eigenlijk niets anders dan lof voor deze prachtige kunstenares van het Nederland. Zij maakt echt prachtige kunst. Ik ben daar altijd heel diep onder de indruk van. Zij werkt ook heel erg met de energieën. En zij kan daar heel goed afstemmen op de energie van een persoon. En haar kunst die ze maakt, die lijkt echt levensecht. Die energie is duidelijk te zien en voelbaar. Heel erg mooie, heldere, zuivere energie. En ja, ik zal jullie niet meer langer in spanning houden. Ik zal hem even laten zien. Deze dus. Zoals dat jullie zien, is het echt heel bijzonder en speciaal. Ja, ik was er echt onder de indruk, want het raakte mij diep toen ik hem aan het uitpakken was. En ja, dit is dus eigenlijk mijn energie, dat ze dan eigenlijk heeft het gemaakt in kunst. En ja, het raakt mij gewoon heel echt. De energie komt me heel erg bekend voor. Dus het lijkt wel ja, of dat deze prachtige energie, dat ik dat ben. In een andere vorm. Ik heb ook al vaak te horen gekregen via readings dat ik ook wel een elfenenergie in mij draag. En ook energie van de kosmos. Dus elke persoon heeft meerdere levens gehad. En je kunt ook levens hebben gehad in andere dimensies. Dus er bestaat ook een dimensie naast die van ons, zoals de natuurwezens. Vooral in de, ja, dus in de natuur zijn dan de wezens zoals eenhoorns, draken, elfen, kabouters, zeemerminnen. En van die wezens dus. Dus ik voel mij daar ook heel erg vertrouwd mee. Ik heb een heel sterke band met natuurwezens. Die komen voor mij heel erg bekend voor, voelen heel erg vertrouwd aan. Ik voel er heel erg liefde voor. Ik heb er altijd al in geloofd. Ook al kan ik ze niet zien, ik kan ze wel voelen. Als ik in een bos ben, voel ik wel energie rondom mij heen. Energie dat niet van hier is, maar echt heel zuivere, speelse energie. Dus ja, ik geloof daar wel heel erg in. En ook in aliens, je hebt zowel goede als slechte aliens. Maar daar kan ik over bezig blijven, dus dat ga ik nu niet doen. Maar ja, nu hebben jullie mijn schilderij. Mijn energie dus gezien, waar ik lang op heb moeten wachten, maar die nu eindelijk aangekomen is vandaag. En ik heb ook ondertussen al verteld dat ik echt van de zon heb genoten en dat ga ik nog zeker nog wel doen deze zomer. Zodat ik een kleurtje op mijn huid krijg.
Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond. Ik hoop dat jullie ook heel erg van de zon genieten. En ja, heel erg veel liefs van mij.